Roel, wij hebben onlangs opgeruimd. Ja. En we hebben iets gevonden. Ja, in de oude hangmappenkast lag. Precies, het is eigenlijk niet uit de oude doos, maar uit de oude hangmappenkast. Ja. Maar wij hebben hier een heel mooi mapje. En wat denk je dat hierin zit? Ja, dat is een mapje, daar hebben we al 6 jaar niet in gezeten. Dus het nieuwste blaadje is evengoed al 6 jaar oud. Er zitten allerlei knipseltjes in waar wij op de een of andere manier op staan. In ja, kleine of groter, maar ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar ik denk dat dit had denk ik te maken met mensen die naar Nederland komen. En die hier beginnen aan een nieuwe start en dan een vervoermiddel nodig hebben. En dat we dan een fiets beschikbaar of zo hebben gesteld. Okay. En ik zie hier ook onze eerste bedrijfsauto en het ontwerp daarvan. En eens kijken. Oh, ja. Dat is dan nog langer geleden. Ja, dit is ongeveer 16 jaar geleden zo, denk ik. Oh nee, kijk, juni 2004. Dus dat is bijna 15 jaar geleden. Het ontwerp van de gevel van de oude winkel nog aan de Churchillweg. Zo. Dus dat is ook wel grappig. En ja, dan denk je wie wat bewaart, die heeft wat, hè, maar... ja, iets hebben en er iets aan hebben. Een cd uit de profieltijd. O jee. Misschien kunnen we hem nog laten horen, zal wel. Ik ben bang dat er de tring tring en de rest zullen we maar niet meer uitspreken. Dat is geweest. Jan, die... Kijk, nog een paar jaar jonger. Toen was hij een stuk jonger, ja, want dit is in 2009. Hij aan de fiets loopt te sleutelen. Dat is dezelfde advertentie. Het is wel grappig trouwens, want hier staan nog de merken op die we toen hadden. Ik zie geen datum staan, maar het is even geleden. Giant, Koga, Batavia, Sparta, Gazelle, Univega en Trek. Nou, inmiddels is dat alleen nog maar Gazelle. Ja. En Stevens en Cube en Santos en Brick en Brompton, dus allemaal andere merken. Hey, de volgende. Beste rijwiel speciaalzaak van 2005. Kijk. Toen al best wel. En toen waren we eigenlijk nog maar net bezig, want toen dat was in 2005 en wij zijn toen begonnen in 2004. Dus dit is gewoon een advertentie en is wat niet zo spannend is. Oh ja, dit zal misschien André Mateman wel leuk vinden en zijn vrouw Yvonne. Die hadden ooit een sportschool, die heette Bodyline. Dat heet inmiddels, althans dat heette Enjoy. En volgens mij is het inmiddels, heeft het weer een andere naam en ze zijn ook geen eigenaar meer daar, die ze verkocht hebben, maar wij hebben ooit een krantje gemaakt samen met hun. Dus ik denk dat hier ook nog wel een stukje in staat over fietsen. Dit is ook in de oude winkel en daar heeft iemand een fiets gewonnen zo te zien. En jongens, laat ik zo zeggen, als ik voor de spiegel sta, valt het mij niet zo op dat ik minder haar begin te krijgen. Maar als ik naar die oude foto kijk, dan heb ik toch het idee dat het wel zo is. En ja, droevig genoeg sta ik hier ook nog wat rechterop dan ik tegenwoordig sta. Dus dat is niet anders. Hier had ik denk ik de winkel ook net overgenomen. Ja, 18 juni 2004. Huh? Ik weet dat ik hem met 12 april 2004 had overgenomen. Dus het is een soort van eerste stuk. Dat we de winkel overgenomen hadden met een heel verhaal erbij in de krant. Dus, als je er zo doorheen bladert, dan hebben we toch wel best wel vaak in de krant gestaan. En dat doen we eigenlijk nooit meer, hè, tegenwoordig. Tegenwoordig hebben we allemaal andere media waarop we laten zien wat we doen en wie we zijn. En dan zullen we heel snel doorheen kijken of ik nog iets leuks tegenkom. Echt opvalt. Aanbiedingen. Wat me trouwens wel opvalt, we hebben best wel veel stukjes, maar we hebben ook best wel veel gewoon aanbiedingen, kortingen. Noem het allemaal maar op, daar doen we ook niet meer zoveel aan tegenwoordig. Ja. Wat is dit? Hier zijn we. Dit is de naamswijziging, dat we van Profiel Wageningen naar Profiel Roel Perenboom gingen. Dat is eigenlijk ook allemaal nog rondom de opening geweest.
Nou, het is een hele stapel, hè? Allemaal oud, nou ja, oud papier. Ja, oud papier. Ja, inmiddels wel, ja. 10, 15 jaar oud papier. Laat het gewoon bewaren. En dan misschien stopt het ergens in een oude kelder. En dan over 100 jaar of zo, als iemand weer begint op te ruimen, dan denken ze, volgens mij heeft hij vroeger in het pand een fietsenwinkel gezeten. Want gok maar zo dat er over 100 jaar iets heel anders in dit pand zit.